Ja, ze hoeven maar in het water te vallen. Ze kunnen er niet meer uit natuurlijk. Ja, dat is absoluut niet vanzelfsprekend. Zeker als je bedenkt dat er ieder jaar kinderen van de basisschool afkomen, en dan zijn ze 12 jaar, die nog geen zwemdiploma hebben. In Nederland gaat het om ongeveer 10.000 à 15.000 kinderen elk jaar. Omgerekend naar Brabant zijn dat er 1500 à 2000. Daar willen we ook graag iets aan doen. Netjes. Wil je nog één keer proberen? Kom eens. Jullie mogen dadelijk allemaal via het trappetje het water in. Dan gaan we even netjes bij de kant staan en dan gaan we beginnen met drijven. Ja, hoe oud zijn deze kinderen? Zijn kinderen van groep 7 en groep 8, dus 10, 11, 12 jaar. En ze kunnen niet zwemmen? Nee. Verbaast u dat? Ja, eigenlijk wel. Vooral in zo'n land als Nederland vind ik het eigenlijk dus wel belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen. Dan gaan we de buik dik maken. We gaan plat liggen als een plank. Deze dik maken. En de oren moeten in het water en je kijkt naar boven. Wie zijn dat dan, die kinderen die geen zwemdiploma hebben? Nou, het zijn vaak twee groepen die we zien. Dat zijn of ouders die de financiële middelen niet hebben om aan een zwemdiploma te komen, maar ook veel nieuwkomers. En nieuwkomers in Nederland die zijn vaak niet bewust van de cultuur die we hebben in Nederland. Dat Nederland een waterland is en dat het erbij hoort dat je een zwemdiploma had. Maar dan komen ze hier naartoe, ze krijgen 3 kwartier les. Helpt dat wel? Het is een eerste opzet om uiteindelijk een stimulans te zijn om te gaan zwemmen. Dus we hopen een vonkje te kunnen oprakelen vandaag om uiteindelijk te laten zien dat het leuk is om te zwemmen. Dat het ook belangrijk is om goed te kunnen zwemmen en ze zo door te sturen naar de samenwerkende verenigingen.